Maureen. En ik ben Chantal. En wij zijn van organisatie Kroningsdag 2013. En waarom hebben jullie dat georganiseerd? Omdat er een tijdje geleden in de krant stond er een bericht van het comité dat ze niks gingen doen. Omdat ze het was allemaal wat moeilijk en op het laatste moment en met de huldiging. En ze zagen het niet zo zitten eigenlijk. En toen had ik zoiets van, ik vind eigenlijk een plaats als Breskens, heel groot inwonersaantal, vind ik eigenlijk zonde dat er niks gedaan wordt. Heel veel kinderen. En die staan hier dan dus zonder iets leuks te doen. Dus toen hadden we zoiets van, dat kan niet. Dus ik heb een berichtje op Facebook gezet van, wie wil ons helpen? Wie wil mij helpen? En ik had een stuk of 7, 8 dames en 1 heer die zeiden van, wij willen helpen. En ineens was het 30 april en stond hier. Nederland heeft iets te vieren. Het is nog nooit zo druk geweest. Alle mensen komen samen voor het vieren van dit feest. Elke strijdbel wordt begraven, iedereen staat hand in hand. Alexander wordt de koning van ons mooie Nederland. Wat was het leukste spelletje tot nu toe? Dit vind ik wel het leukste, lijkt me. Ja, en dan! Was het moeilijk? Een klein beetje. En wat vinden jullie ervan dat dit georganiseerd is hier? Het is leuk gedaan. Goed georganiseerd, dus leuk dat er wat te doen is voor de kinderen. Ja. Ik vind het leuk dat het nu op het strand is. De kinderen schijnen het veel meer naar de zin te gaan. Als op het plein vind ik. Ik vind het echt heel leuk. En hier zo op het strand en dat fantastische dorp hier. Nou, dat is geweldig. Heel leuk dat er wat gedaan wordt voor de kinderen. Ze zijn ook ontzettend genoten. Ze zijn niet alle spelletjes meegedaan. Dat was denk ik voor hun leeftijd iets te lang. Maar prachtig weer en het was leuk. Ja, ja, we gaan weer naar! 3, 2, 1, start! Match! 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 Pak je bol, pak je bol. Zeker! Nog blijven staan. Erop, jongen! Het was hartstikke gezellig, een leuke opkomst, goede sfeer en allemaal genoten denk ik. Welk spelletje moesten ze bij jou doen? Ik had ezeltje prik, eentjes vangen en klein duimpje. Tevreden. Ik ben ook tevreden. Het was wat rommelig, maar alle kindjes hebben het super naar hun zin gehad en daar hebben we het voor gedaan. Ja. En tot slot, wat vinden jullie van de nieuwe koning en koningin? Wauw, ik heb er helemaal niks van meegemaakt. Totaal niet. Ik ook niet, maar ik vind, ik denk dat het wel een goede... Dat gaat goed. Dat komt goed. Denk goed. Ik denk Willem-Alexander en Maxima zijn heel... Lekker modern ook. Ze zijn modern en ruimdenkend. En, Ik vind het, gewoon een hele goede koning hebben, denk ik. En een hele goede koningin ook, denk ik. Dus ik denk dat het goed komt. Ja hoor. Koning Willem, prins Alexander. Ik vind het wel heel leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het heel speciaal, omdat er eerst heel veel koninginnen waren en nu is een koning. Zo mooi als jij. Ik zou zeggen, meisjes en jongens, tot ziens en tot de volgende keer.